Vorige week in de Hardcore Show. Goedemiddag, daar zijn we weer. Zelda Play 20. En heel veel andere. Minecraft Hardcore. Ga jij dan op zoek naar Obsidian? Zijn we al bang voor de netter? Je rent er vandoor. Ik hoor dat de Pikmin pissig zijn. Nee, shit. Nee, dat is een normale wereld. Nee, 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 nee. Wat dan? Goedemiddag allemaal, daar zijn we weer. Zelda Play 20 samen met... De Tower. Santos. Zapdos. Santos. En Blopje. Jullie kwengen door elkaar heen, maakt niet zoveel uit. In de chat zullen we af en toe nog wel eens een paar spookjes zien verschijnen. Want ja, de vorige aflevering is nogal een tragische, daar gaan we het niet meer over hebben. Dus, in deze aflevering gaan we terug naar de Nooit. De Nether. De... Wat is er met jouw gezicht? Huh? Jouw gezicht is anders. Ja, heel raar. Oh. Heb ik dat ook? Tum! Heb ik dat ook? Tum! Heeft ik Santos dat ook? Hint, 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 hint. Kom op, doe je armor eens uit. Kleed je uit voor een publiek. Armor uit. Alles. Nee, nog steeds heel saai. Voel me hier ongemakkelijk. Nog steeds te saai, nog steeds saai. Ja, goed. Ja, ja. Hey, dit is nog van jouw aflevering van de Avatar. I know. Die nog. Link in de description. Nee, what? Link zit niet in de description. Dat doe ik altijd met annotations. Ja. Jij vertelt mij niet hoe dat ik mijn video's moet doen, dus hou je wel. Sla nu! Oh, sorry. Darkplayer, op de bank. Sorry, Darkplayer, die moet af en toe ook wel eens een keer zijn mond open trekken. We gaan naar de Nether. Tenminste, wat is dit? Wie heeft dit gemaakt? Ik. Hey, kijk, een creeper. Oh, we gaan nou, oké. Dus, Jij ook, Santos. Santos, Meiko! Hop, pas op, kijk! Grapje, natuurlijk! Santos. Santos. Wish you a Harry Christmas, we wish you. Waar is hier de deur? Hebben iedereen hier zo? Hier, dit. Ik heb ik even goed afgeschermd, hè? Waarom zou je dit helemaal dichtmaken? Ik bedoel, je moet nog wel naar binnen en naar buiten kunnen. I don't know. I don't know. Ik hoor een gast. Het is gevaarlijk. Hè? Het is gevaarlijk. Oh, ja, dat weet ik. Wie heeft dit gebouwd? Wie is de architect? Blop. Oké, nou, Xantos, als jij met Blop nou even kijkt, want we moeten net de fortress gaan vinden, dus het makkelijkste is als we met de twee teams van twee gaan. Xantos, je hebt toch wel een bed bij? Moet je hem hebben? In ieder geval, het makkelijkste is als één team dus zeg maar die kant op gaat. Dus ik zal het als Blop, be your guest. Jullie gaan die kant op, wij gaan die kant op. Vergeet geen signpost te maken die terugwijzen naar deze plek, want anders ben je verdwaald. En zien we je nooit terug. En dan komt er een heel erg eng doodshoofdje. Die gaat dan knipperen en dan zien we je niet meer. En dan is het eng en wij gaan gewoon deze kant op. Ga je mee, Tauler? Heb je gekomst? Ik laat dan een Blop over. Blop, jij bent in... Ja, maar ik ben één cobblestone vergeten. Oh. Ik heb 4 stacks cobblestone. Oké, let's do this. Oké. Pikmin! Niet slaan! Mag ik ze knuffelen? Mag ik ze knuffelen? Wil ik graag een stack van jou hebben? Wat zit er eigenlijk in de bed? Woep, alsjeblieft. Don't. Oké, dat is gevaarlijk. Ik heb een gevoel dat we die kant op moeten. Nou, dan volgen we dat gevoel voor jou. Even wachten, ik maak hier al eventjes dan de signpost die wijst naar... Goed zo, ja. Ik mine hier even deze texture pack. Oh, dit is toch wel overduidelijk gewoon. Want als we hier nou een bocht maken en hier gewoon deze kant omhoog gaan. Ja. Wart, dan neem ik we moeten echt in 4 hoeken gaan namelijk. Want dan kunnen we namelijk de signpost goed vinden. Dus even kijken. Wel veel koorts hier. Oh, pas op, hè. Pas op, ik zie. Gast. Oh, die ging dood. Hè? Oh, mooi schot, Blop. Echt? Zo jullie, hè? Ja, ik zag hem. Volgens mij mogen we hier onze eerste brug gaan maken. Oh, ik zie hem daar zo. Onze eerste brug. Ja. Yeah. Nou, dat is goed. Moet ik helpen ofzo? Doe jij het of ik heb een guest. Oh, dit is... Ja, ik zie een guest staan. Hij komt op ons af. Fijn voor hem. Ik ga gewoon door. Ik ben dom! Hè? Wat? Ik hoorde hem krijsen. Ja, daar zo. Nee, hij is met hun bezig. Niet ons probleem. Ik hou hem in de gaten.
Nou zeg, je hoeft hij niet moet wel mij hebben, zeg. Ik ben dus zo heel goed in de pink op mij, maar ik ontwijk me. Doe voorzichtig, hè. Ja, ik ook. Ik sta achter jou. Zeg dus. Nou niet dat ik voorzichtig moet doen. Moet ik het overnemen anders? Nee, het gaat prima. Je wordt alleen maar in de gaten gehouden door. Ik uit voor het afstapje. Je wordt alleen maar in de gaten gehouden door mij en een Pikmin. Dus een Piggyman! Een Pikmin! Ik noem ze Pikmin! Oh. Ik ben zo bang dat ik shift loslaat, hè? Ik heb geen idee. Sticky key. Ah, de Pikmin die loopt echt zo naar me. Oh. Niet mee in contact komen! Nee, ik wil juist uit zijn buurt blijven, maar hij kwam hier echt zo die brug op. Blobby is weer vrienden aan het maken. Wat? Zijn we in mijn kast? Ja. Ik snipe alles. Sniper! Ik heb alleen niet zo heel veel. Oh, Pikmin. Ik heb nog heel. Ja, dan kunnen we nog altijd zeg maar Netherrack pakken. Dat is waar. Ja. Deze is in ieder geval. Wow, ik heb gewoon succesvol een brug hierheen gemaakt. Hier, zie je nou wat dat je net kan? Je maakt je te veel zorgen. Oh, nee, grapje. Schrik me dood, man. Ik kijk echt om van... Oh. Iedereen zit hier zwaar gefocust. Oké, ik denk dat... willen we eerst eventjes naar boven kijken? Ik zal hier eventjes weer een signpost maken. Kijk alleen naar onder daar is... Ik denk dat het makkelijkst is als we de andere bruggen gewoon van de Netherrack maken, zodat ik de signpost gewoon van steen kan blijven maken. Wij hebben zat steen, dus... als ik daarboven niks zie, dan gaan we gewoon... Ik zag daarachter zag ik een plateau en dat is ook een grote open weide. En als ik me niet even spannen net... Pas erop. Weer een mooi schot, Blob. Thank you. Je moet gewoon net doen of het varkens zijn. Ik denk niet dat we hier... Zal ik hier even omhoog gaan? Ja, ik wil eventjes inderdaad kijken wat daarboven zit. Oh. Waar gaan we heen, Blob? Wow! Oh shit, ik... Oh! Niet slaan! Niet slaan! Don't pull a shawnee on me! Ik echt... Nee, echt serieus. Hij viel net voor mijn neus. En als ik hem had geslagen, dan was je dood. Wow, hier is terug. Hoezo was ik dan dood? Ik denk dat jij dood zou zijn. Nou, jij bent ook... Wat is het idee, Blob? Ga beneden toe. Wacht eens eventjes. We staan achter. Okay. Ah! Oh, guest! Pakken we hem? Mooi. Yeah. Ha! Surprise, bitch! Oeh, return to sender. Ja, guest here. Oké, nou, daar hebben we onze brug. Dat is handig om te weten. Ik weet niet, maar het is zo overal zo'n open ruimte. Er moet dan toch hier ergens een Netherfort in de buurt zitten. Oh, wow, nog één! Auw! Nog één! Ik ga ervoor! Ik neem eigenlijk best wel veel schade op het moment. Blob van het lava. Hij is dood. Goed gedaan. Niet dood gaan jij, hè? Nee. Ik heb maar 4 hartjes schade. Oké, daar is de brug. Ik wil hier eventjes dan ook een signpost maken. Ik heb in ieder geval 2 guests hier. Dat is alleen maar mooi. Willen jullie niet zo grommen naar mij? Echt serieus. Ik doe er dan weer een. Ja, het is hier ook redelijk geluid. Wat gebeurde? Ik nam een beetje fall damage. Oh, ik dacht jij wordt geslagen. Nee. Oké, als we nou eens eventjes hier even om ons heen gewoon kijken. Ga jij daar beneden in de verte kijken? Dan kijk ik wel eventjes rechts van ons. Ik loop een stukje door. Wat zei je? Dan gewoon even daar boven blijven, moment. Oké. Okay. Veilig weg. Ik zie hier nog niks. Alles onder controle bij jullie, jongens. Blob is brug aan het bouwen en shit. Een shit aan het bouwen? Nou, gadverdamme. Ja, je weet het. Ik heb een bouwverbod, dus ik moet wel een beetje wachten tot hij alles doet. Hoezo heb jij een bouwverbod? Ik bedoel... Heb ik opgelegd. Snap dat dan. Nou, ik zie hier niet echt bijzonders, maar dus ik zie de... Daar, hier een hele grote ruimte. Ik kan niet... Nou, ik kan heel ver hier kijken, maar hier zit in ieder geval geen Netherfortress in de buurt aan deze kant. Ik heb daar wel een verdacht plek. Oh, hé, een gast. Of is dat geen gast? Zo'n gevoel. Een springend... Zullen we even deze kant op gaan? Oh, dat is Ik ga heel eventjes terug naar de middelste signpost. Je weet wat die naar de brug wijst. Ja. En dan kijk ik eventjes mee omheen, want ik heb best wel een verre render distance inderdaad. Ik ben hier zo. Waar ben je? Waar is hier? Die kant hier zo. De nether? Naar beneden. Hier naar beneden? Ik heb gewoon... Ja. Ah, daar ben je. Ik heb daar in de verte nog wel iets gezien. Iets moois. Maar ja, hier hebben we tenminste nog een beetje loopruimte, dus... Ja.
even render distance. Wat zie je dan? Oké. Okay. Nou, ik zag dus hier naar boven. Zie ik David in de verte. Wat er best wel... Oeh, dat zijn aardig wat pikmin. Ik weet niet of dat ook al alleen maar een... Nou, het is wel een loopruimte. We kunnen schuin die kant op kijken. Dus ik denk dat ik hier gewoon de signpost weer terug naar de brug laat wijzen. Tot we hier gewoon eventjes verder kunnen kijken. Okay. Je maakt zo maar een pijltje zeker? Ja, ik doe het gewoon zo. Wow, een wiggelroede pijl. Want we kunnen hier gewoon zeg maar helemaal verder naar boven. Weet je, als jij nou naar voren gaat, dan ga ik heel eventjes... even kijken, zit hier niks? Scheelt weinig of ik val hier, maar het maakt niet uit. Het is echt die rode gloed. Nope, niks. Er zitten heel veel... Die rode gloed, het spannende muziekje. Oh ja, heerlijk. Oh, nou dankjewel. Nou ben ik verplicht om er een spannend muziekje weer in te zetten. Ik haat jou. Ach ja. Oh. eens kijken. Ik zie helemaal niks als alleen maar een diepe kuil met lava. Dus... Dit is ook niet erg bijzonder. Wij ook. En hier net zo goed. Springtje, handdoekje. Dit is interessant. Zit hier echt niks? Ik ben echt bang dat ik gewoon echt zeg maar een blokje mis of zo. En dat ik dan gewoon in een heel diep gat ga vallen of zo. Ja, daar ben ik ook wel bang voor. Of zo, Leroy's. Ja, nou, wat verwacht jij? Was altijd... Moest je opmerking nou weer? Too soon? Weer te vlug, hè. Weer te de nether is op zich wel gaaf. Maar... Ik vind het maandag. Warm. Het is wel warm. Niet op zaterdagen. Maar het is zaterdag. Er is hier echt heel veel... Oh shit, dat ging maar net goed. Er is hier wel heel veel ruimte. Hey Blob, heb je haast? Nee, ik loop gewoon door. Okay. Ga je me bij? Wow. Ik zou kunnen gaan rennen. We're going in the nether. The nether. Dus echt gewoon de nether helemaal doorzoeken. You know, screw the nether. Ben jij nou helemaal verder naar voren gelopen? Ja. Helemaal verder. Ik dacht van... In de nether. Oh. Heb jij toevallig ook toortjes bij, of niet? Nog maar 13. Nog steeds meer dan mij. Nou, hoeveel moet je hebben? Alles. Oké, okay. Levering is er. Alsjeblieft. Thank you. Het is toch wel licht zat hier. Nou, ik zou eigenlijk, ja, als je, ik weet niet hoe ver dat jij al naar voren bent gelopen, Tauler. Ja, behoorlijk hoor. Want ik denk dat we hier beter dan een hoekbocht kunnen maken. Een hoekbocht? Tot we dus zeg maar 90 graden even de andere richting gaan, want daar hebben we ook weer een oppervlakte. Ach ja. Ik kom wel die kant weer op. Ik wacht hier wel op je. Dan ga ik eventjes een signpost maken weer die terugwijst naar die andere signpost die ons terugwijzen weer naar de Nether portal. Natuurlijk hebben wij weer niet het geluk dat de Netherfortress lekker dicht bij ons in de buurt zit. Maar... Nee, dat zou wel heel veel geluk zijn. En jouw dood. Hey! 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 Een handdoek! Een handdoek. Nee, ik ben van plan om hier... Heb jij ook een schep bij je, Santos? Santos. Want daarachter, daar kunnen we dus zeg maar ook een heel de stuk... De enige die hier voorbereid komt, ah. Alsjeblieft. En ik heb een gevoel. Ik heb een gevoel dat daar iets zit. Nee, nee. Ik mag helpen. Dus ik ga even heel veel netherrack even verzamelen. Dit is souls, hè. Dit hebben wij nodig om de wither te spawnen. Cool. En om potions te maken. Oh, maar die zijn niet zo... Nou, sorry hoor, maar fire protection zou ik toch wel graag willen hebben in zo'n nether fortress. Ja, echt hè. Nee. Ik ben niet zo heel erg van het breeden en hoe heet dat? Touwelig, reference. Potions. Potions. Nee, we hebben potions nodig. Dat is een oude video alweer, hè? Daarom had het gewoon echt even een reference nodig. Maar ik ben niet echt... Dus dat wel. Kijk wel uit met het netherrack mine, hè, want er kan zomaar in één keer lava onder zitten en dan... Grapje natuurlijk. Ik heb er 19, ik weet niet hoeveel maar. We hebben wel even genoeg. Nou, zou ik deze brug dan maar gaan bouwen, Taaltje? Met jou kan ik bruggen bouwen. Ik heb ook nog een stakkie. Een stakkie? Ja, ik heb ook een stack sowieso, maar voor deze brug gaan we denk ik wel wat meer nodig hebben als alleen maar een stakkie. Wat ben je nou? Ik ben achter je. Achter me? Oh. Hallo! Jij wilt deze kant op, toch? Ja. Moet ik even overnemen overwegen? Ik ga gewoon hier beginnen met een brug te bouwen. Wat ben je nou aan het doen? Een mooie poort maken. Ik heb nog 28 poortjes. Je maakt hem net verkeerd. Oh, nice. Maakt niet uit. Oh boy, guest.
Ja, Gers moet weg. Schiet er nou bij. Waar komt die? Weg. Pikman, wat doe je? Fireball. Waar is hij? Niet achter je slaan. Nou heb ik de neiging om. Nou, je poortje heeft het heel lang overleefd. Waar is hij nou? Ik weet niet eens. Ik hoor hem. Ah, wacht nu! Ik schrik me dood! Not this time. Auw. Ik heb hem geraakt. Ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij. Ja, heb eens. Nee, ik schoot met een pijl. Oh. Ik heb wel 3 gasters. Nou, dat is alleen maar mooi. Oké, nou, ik ga proberen weer poging 2. Wij hebben hier Ik viel hier bijna naar beneden, man. Ja, dat weet ik. En ik wou dat die bal terugslaan, maar jij stond nog voor me. Dus ik dacht van, oh, ik doe het niet, ik weet dat die man me doen. Dus, ik was een beetje paniek. Niet vallen, alsjeblieft. Nee, ik heb shift vast. Ja, hoor. Dat dacht Leroy ook. Nee, die sprong. Oef. Huh? Dat geluid haat ik. Geen zorgen. Maar waarom moet alles 3 breed zijn eigenlijk? Dan heb je tenminste nog een beetje ontwijkingsruimte. En mocht je dus geraakt worden, dan kom je zeg maar op een van die buitenste randjes terecht. Dat is waar. Zou dit mij killen, deze diep... Oh, ik zie een guest. Waar? Helemaal in de verte daarachter. Ach, wat maakt het toch uit. Deze val... Ik denk niet dat deze vogel safe is. We kunnen het... Nee, dat kunnen we niet. Wat we zouden kunnen doen... Maar je kan toch naar... Nee. Nog maar een lage oceaan. Ga je naar de rand toe? Ga hier de bocht om. De bocht? In de berg. Oh shit! Nee! Hè? Leef je nog? Hoeveel had je, als ik vragen mag? 3,5. Oh, genoeg. Ja, die sprong moet ik dus... Nee, ik bouw vanuit hier een trap naar boven. Incoming! Nee, niet doen. Niet. Oh jongens, ik wil weg hier. Ik wil naar huis toe! Ik bouw gewoon nog een mooi trapje naar boven. Oh, we gaan weer terug. Ik heb wel trouwens nog. Oh, die spanning, die adrenaline. Yup. Nu gedeeld door 4 mensen. Spanning? Ik heb totaal geen spanning. 3. 1-0 ontspanning, niet ouder. Leuk verjaardagsfeest, hè? Ah, wrijf het er maar in. Sorry. Met zalm. Niet verder naar voren bouwen, anders loopt de trap niet goed. Oh, wanneer gaat die trap nou rollen? Hij rolt hij niet. Hij rolt al. Nee, deze zal nooit rollen. Het is van Netherrack. Kom op, wat verwacht je nou? Dat en alles is vierkant. Kijk eens, een trap. Ik hoop dat je er blij mee bent. Geweldig dit. Altijd dat het hebben. Zombie. Oh, niks negeren. Ik wil niet heel vervelend doen, maar de vorige keer eindigde dat in een fiasco. Ja, we gaan daar naar boven. Dat klopt. Ik ben ondertussen weer volledig geregenerate, dus waarom is het eigenlijk Pikmans allemaal een golden sword? Zodat ze pijn kunnen doen. Nee, maar ik bedoel voor real gewoon. Is daar een theorie over of? Volgens mij wel. Oh, wil je nou de game theory achterna gaan? Ze doet de meeste damage, ja, dus. Het is hoog. Krijg je niet elke keer een hartverzakking? Kan ik deze jump maken? Welke jump? Nee, grapje, dit ga ik niet eens proberen. Nee, dit is echt. Wat is nee, dit? Dat overleven we niet. Dan val je waarschijnlijk nog eens een keer in de lava ook. Dit is echt bagger, dit. Kijk, jij kan toch airbag. Ik bedoel. Was maar water dat ik daar hier wat kom. Wat hebben we nodig? Een beetje ja, ik ben hier totaal... geluk. Dan ben ik een waterbender en dan kan ik hier totaal niks. Ik kan hier gewoon niks dan. Oké, nou een gas op de invent. Oh boy. Auw. Was dat een goed idee om door een Pikman heen te lopen, Blok? Gaffers. Oké. Auw. Ik heb geen pijlen meer, dat is wel jammer. Kom maar beneden, schaf uit. Hebben jullie ook al zo zin in de kerstdagen?
Ja, laten we het over Kerskin praten op het moment dat we bijna brutaal vermoord worden door een ghast. Ik probeer alleen maar de stemming wat te verlichten. Ik heb hem. Of ik. Nee, ik return to sender. We hebben hem samen. Oké, wat jij wil, jongen. Hé, ik zie daar wat. Ik zie daar wat. Wacht heel eventjes, ik maak hier heel even eerst een soundpost. Ja, ja, got it. Hebben we er één? Got it. Hebben we er één? Ja. Laat zien. Ik wil het zien. Ja, hier beneden. Moeten we even door het... Ja, ik zie hem. Oké, dan gaan wij terug. Dit vooruit, Zed. Gaan we er gelijk een jacht van... Ik heb waar niet zo... Ik denk dat we heel eventjes eerst even teruggaan naar resources of zo. Ja, dit is het definitely één. Mag ik alsjeblieft iets eten straks? Ja, we hebben thuis nog genoeg liggen. Ik weet niet, hoeveel heb je nog? Ja, 4 maar. Ik heb nog maar 5, dus... En dit ik is... nog maar 3. Ja! Maar we hebben daar heb ik niet naar nagedacht met mijn voorbereidingen. Laten we eens heel eventjes kijken, want... Hier, zo. Ja, cool. Ik hoor Skelly. Skelly? Oh, ja. Oh, zijn net weer... Oké. Dit is volgens mij heel erg laag. We moeten daar helemaal nog een trap naar boven zien te maken zelfs. Komt wel goed. Hij ziet er wel gaaf uit, man. Wauw. We hebben gewoon even... Merry Christmas, Mr. de Towler! Gewoon even gedag zeggen. Oké, nou doei. Kunnen we alsjeblieft. Het is nu al het einde van de aflevering. Nee, joh. Waar ben je? Ik sta achter je. In de nether. Kunnen we hier gelijk even een gat in maken? Nee. Towler, hier beneden, hier binnen zit niks. Je moet daar boven zitten. Oké, maar... Oké. Dus, we gaan nou eerst terug. De andere halen. Die zijn allemaal dood. Oh, je bedoelt zand of een blok. Hopelijk dat mijn signpost systeem een beetje goed werkt. Oh ja hoor, we zijn een verlichte weg aan het volgen. Ja, we hebben best lang gezocht, maar we hebben er een gevonden. En niet heel lang gezocht, toch? Nou, ik zal zo even kijken. We zitten nou 21 minuten in de opname. Laten we zeggen dat we een kwartier hebben gezocht. Denk ik. Even wachten, want dan moet ik hier eventjes zo. De hoofd, zeg maar, die wijst naar ons huis toe. En de lager, die wijst dan naar de fortress. Jouw hoofd wijst naar ons huis toe. Jouw hoofd zit vol met water. Hey, je bent toch waterbender? Zit jou vol met lucht dan? Ja, nogal. Wel gebakken lucht, hè? Extra krokant, extra crispy. Even erdoor, Pikmin. Wat gaan we doen, Bob? Hey, Pikmin, donder eens even op, man. Je hoeft niet zo te grommen naar mij. Ah, oké, okay, cool. Dit is best wel een hele linker brug die we hier hebben. Vind ik leuk. Link? Was... Ik snap hem, ja, omdat je... Sorry. Met snor, hè? Ja. Nou, zelden met een snor nog helemaal... Kijk die skills. Oh. Dat zou wel grappig zijn, eigenlijk. Zelden met snor. Nu overal te krijgen. Hi, Pikmin. Pikmin achter je blok. Ja, dat maakt niet uit. Pikmin die zegt alleen maar... Nou, wel als hij met een pickaxe bezig is. Ik heb stenen vast. Daarnet had je pickaxe vast. Oh, dat maakt me nog niet uit. Hier toch? Genoeg slaan. Zit je nog achter? Ja. Oh. Goed, is je aarde toe. Oeh! Oh, hallo! Oh. Moeilijk, hè? Oh, we zijn wel bij het huis, oké. Okay. Ja. Oh, hij loopt op jou, prima. En jullie zijn ook op de weg terug? Yep. Nee. Want we moeten zeker nog de wall en bord ophangen. Ja, maar daar hebben we nog genoeg tijd voor. Jee, tijd. Maar ik ben nou eventjes de signs zeg maar aan het maken tot we dus zeg maar wel de weg naar de nether ook nog kunnen vinden. En niet dat we dus zeg maar de sign terugzien en tot we in plaats van rechts naar links gaan ofzo. Want dat zouden wij nooit doen. Ik wel. Nou, ik ben bijna gewoon al dood gegaan zelfs. Ik dacht dat ik in de lava zou vallen. Ik dacht dat ik Leroy een handje zou geven. Ah, Leroy die was voor geen gat te vangen. Nou, dat gat was anders nog wel bij hem te vangen. Het duurde even voordat hij het door had. Nou, op het moment dat hij viel was het, hè? Nee! Als ik hier nou een gat in maak, kijk hoeveel mensen dat er doorheen vallen. Don't do that! Waarom niet? Dat is grappig. Gewoon doorlopen. Ik ben mijn lobby kwijt. Ja, ik ben even terug naar het huis. Even torches maken. Ja. Zie? Ik zei toch dat het signpost system goed werkt. Oh, hier viel hij, hè? Hier, zie je? We zijn alweer thuis. Oh, wil je daar ook vallen dan? Nee. Waarom spring je dan zo dangerously?
Pikmin. Echt serieus. Als jij zo in één keer sneller gaat lopen, dan poep ik 7 kleuren poep. Okay. Er staat een mini-zombie bij het huis. Waarom staat er een mini-zombie bij het huis? Waarom komt die mini-zombie op me af? Auw. Kan iemand mij jouw keuzes uitleggen? Keuzes in het leven? Ja, die maak ik heel vaak. Nou, vertel het er anders eventjes over. Gooi het in de groep. Gooi het in de groep. Ik gewoon naar huis gaan, that's it. Wel, ik dacht, het zou wel leuk zijn... Jij en denken! ...om verjaardag te gaan bij wonen. Maar ja, toen kreeg ik te horen dat ik naar Oostenrijk ging. Nou, wie is er als eerste weer thuis? Hè? Wie is er... Bobby. Kijk maar op de beelden. Ik was er eerst. Ik kijk apps, ik zorg ervoor gewoon via magic editing skills tot de touwler in één keer vliegkracht heeft tot die waterbending skills kan doen, want ik had gewoon zijn video en zo. Nee, weet ik wel. Maar goed, wij zijn degene die hebben de fortress gevonden. Nou, eigenlijk touwler heeft hem gevonden. Oh ja, zo. Oftewel, dom geluk. Jongens. Wat noem jij nou dom geluk, hè? Zal ik jou dadelijk eens eventjes een duw in de goede richting geven, hè? Jongens, ik heb wel een cadeautje voor jullie. Nou, ik ga de sign even ophangen, mag dat? Ja, ja hoor. Als je terug kan, heb ik nog een cadeautje voor jullie. Is het TNT? Nee. Oh. En trouwens, wij hebben nog... laat de comment heel eventjes trouwens nog in beeld. Want Snorlax, nou dat ik zijn bordje hier zo zie, had gereageerd. Zijn proefwerkweek is een succes geweest. Hij is er gewoon klaar en hij heeft nou vakantie. Dus dankjewel Snorlax dat je dat nog heel eventjes gemeld had. Geniet van je vakantie. Die is alweer een week voorbij, dat is een beetje lullig om dat nou te zeggen. Wat? Hij heeft toch kerstvakantie dadelijk? Dit wordt opgenomen op een maandag. Maar ja. In ieder geval, comment van de dag. Comment van de dag. Die was gekomen door de Gaming Moons. Dus Gaming. Is dat mijn hoofdletters trouwens? Voordat ik weer dadelijk helemaal verkeerd ga typen. Ja, dat is mijn hoofdletters. Oké. Okay. Gaming Moons. En, dit gaat Taule leuk vinden. Touwler? Ja. Mietje? Oeh, ja, nou ik heb het niet verzonnen. Kill the Enderman. Ik ben helemaal niet bang voor Enderman. Kijk, de Enderman! Nou, in ieder geval, je bent geselecteerd. Ook voor de... Ja, je hebt dus kans ook op de giveaway, op de Smash Dog Tag. Die we dus zeg maar op het einde van de serie weg gaan geven aan één van de mensen die dus zeg maar op deze comment staan. Dus gefeliciteerd! Nou, hebben we dat ook weer gehad. Dus kunnen we nog even... Blob, die is daar ook bezig. Jij kom bent nou al bezig. Even naar binnen. Nou ben je eindelijk... Je bent goed bezig. Goed zo. Ik kan je compliment geven. Suiker is belangrijk. Van suiker maken we papier. En van papier maken we boeken. Je bent goed bezig. Complimenten. En van suiker maken we ik ben vandaag zo vrolijk. Maar kom jullie allemaal maar even mee. Ik heb een leuke verrassing voor jullie. Oh, I don't trust it. Oh, kom op, Lob. Hij heeft zijn armen zelfs ervoor uitgetrokken in een hardcore serie. Noob moment. Oké. Ja, komen jullie mee? Santos. Santos. Ja. Kom nou. Nee. Geen idee waar ze heen zijn. Binnen. Hey. Leuk. Kun je kleren aan ophangen? Time well spent. Hadden we geen extra armor? Om op te hangen. Nou, op zich, ik weet niet. Waar is... We hebben toch al de armor nog van... De doden. Klinkt een beetje hatelijk. Kunnen we de volgende aflevering laten zien dan? Het is gewoon dat ik een kerst... Nee, in de volgende aflevering wil ik echt die Netherfortress aan gaan pakken. Dus we kunnen do it! Maar dan gaan we nog even overleggen wie waar naartoe gaat en wie hier alvast met koeien gaat beginnen. Dus dames en heren, jongens en meisjes, heb je een leukste momentje van deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties en misschien wordt jouw reactie wel gekozen op de Awesome Wall of Comments. We hebben in deze aflevering het gewoon jinx is niemand dood gegaan. Yay! Dus laten we ons geluk nog een keertje op prijs stellen voor morgen. Want dan gaan we namelijk in de Nether Fortress. Want we hebben de Nether Fortress... Nou ja, de Touwler heeft de Nether Fortress gevonden. Als we zeggen we, dan wordt hij weer boos. En dan gaat hij weer huilen. En dan gaat hij mijn eieren lopen gooien. Je weet ondertussen wel de drill. Dus Xamtos, Blob en Touwler. Hartelijk dank dat jullie meededen met deze aflevering. En we zien jullie allemaal morgen in de volgende aflevering. Doei! Ik ben boven, niemand komt hierheen. Ik ben alleen naar boven. Ik ben er thuis, veilig, veilig thuis, veilig thuis. Handdoek is veilig thuis.